Tuurlijk, het is superleuk. Ik bedoel, ze allemaal, komen allemaal uit mijn buurt. En de meesten die op de tribune zitten, ja, die kennen me wel van ja, Arnhem en omgeven. Dus ja, dat is natuurlijk superleuk. Ik bedoel, ja, dan kan je zeggen van niet, maar dat is het wel. Het heeft een ongelooflijke goede uitstraling. Het plezier spat eraf. Ze is technisch goed, ze is creatief. En ze is ongelooflijk effectief in haar afronding. Ze, heeft, ja, ze maakt doelpunten uit bijna onmogelijke situaties soms. Ze speelt met flair en ja, dat maakt haar denk ik ook voor het publiek tot wel tot een lieveling. Ja, ik wil nog steeds de beste van de wereld worden. En daar train ik elke dag heel hard voor. En ja, dat weet iedereen wel denk ik om me heen. Dus ja, dat hoop ik te behalen. Ik denk dat ze heel erg op weg is om het te worden. Zoals ik zei, de afgelopen 2 jaar in Denemarken al goed gedaan. Afgelopen jaar ook tot de beste linkeropbouw van de Deense competitie gekozen. Nou, dat zegt al wat. En ze is pas 22. Ja, als ik er zelf niet in geloof, dan kan ik beter stoppen. Dus ik geloof er nog steeds ja, overtuigend in. En laat maar gewoon mijn best doen eerst. We zijn eerste geworden in de competitie. Ik denk dat ik me daar nog meer een complete handmasse kan maken. Dus ik heb nog een jaartje bij getekend. Wat kun je nog verbeteren aan jezelf dan? Wat wil je nog beter laten worden? Ik moet wat meer spierballetjes kweken. En vooral in de dekking praat ik dan over. Op nummer 2 wil ik graag verdedigen. Zodat ik een meer complete handmasser word. Heb je getwijfeld om misschien toch ergens anders naartoe te gaan? Ja, heel erg. Maar ja, ik twijfel over alles. Dan denk ik, oh ja, nu voelt het goed. En dan de volgende dag sta ik op. En dan is het helemaal een ander gevoel. Dus ja, ik heb de tijd genomen. En nu heb ik besloten om te verlengen. Ja, je zegt ik twijfel veel, terwijl je toch ook wel iemand bent die precies weet wat ze wil. Ja, maar goed, mijn gevoel moet goed zijn. En kijk, als dat zegt de ene dag van nee, ik wil toch, dan beslis ik nog niks. En ik heb goed geluisterd, ik heb het goed met mijn familie overlegd en ja, besluit is genomen. Denemarken is natuurlijk ook een prachtige competitie om te spelen. Ja, super. Het is nog steeds de beste competitie van de wereld. We staan nummer 1. Ik zeg, ja, beter is het nu op dit moment voor mij niet.